Januari, wintertijd. Voor de meesten van ons zullen jullie misschien wel afvragen van wat is er te zien in de wintertijd. En dat gaan wij nu juist in beeld brengen, want er is ongetwijfeld wat te zien waar we aan alledaags voorbij lopen. Sta je bij het arboretum van IJsselvliet. Een arboretum is een verzameling van boomsoorten. Door de tijd heen zijn hier verschillende soorten bomen geplant. En die komen dus over heel de wereld vandaan. En dat is dan het bijzondere van dat wij op een kleinere plek een heleboel soorten verschillende bomen zien. En die gaan we nu uitlichten. Deze eerste boom is al bijzonder. En dit is wel de Caucasische vleugelnoot. Caucasische, dat zegt er al, komt uit het Caucasusgebied. En die is hier geplant. En die doet het je goed en die kan je mooi tot een volwassen eindbeeld komen. De schors van deze boom. Als we eens kijken van dichtbij hoe dit tot stand is gekomen, hoe dit groeit. En we voelen er eens aan, ja, dat is al ruw, grof. De schors is gegroefd. Dat is toch wel kenmerkende van deze boom. Wat de natuur dan ook weer daarop inspeelt, is dat vogels, in dit geval de boomklever en de gaai. Een vogel die komt er aanvliegen, die gaat hierop zitten. Kijk, dit is allemaal zo gegroefd, daar kan hij een beukennootje of een eikel in stoppen. Klem vast. Hij kan het openpikken, hij kan het voedselrijke eruit halen. En wat dan wel bijzonder is van deze boomsoort, hij heeft slapende knoppen aan de zijkant zitten. En daar komen dus deze takken uit. En dat is dan wel het kenmerkende van deze boom. Kijk, de knop die we hier zien, die is onbeschermd. Normaal heb je een knop die zit mooi omsloten. Die kan tegen de kou en de regen. Maar hier zien we de vorm al, hoe die in het voorjaar ontspruit. En dat is dan de vorm van een samengestelde blad. En die kunnen we hier al zien. Als we van afstand deze boom bekijken, dan is het eivormig rond. En dan een beetje groen-grijzig kijken we eroverheen. Ja, dat zijn toch de kenmerken van deze boom. Eens even kijken, ik zie daar katjes bloeien. Gaan we even kijken wat dat voor struik is op boom. En kijken wat we daar verder kunnen zien. Even kijken, nou kunnen we in de buurt komen. Ah, de azelaar die bloeit al. Ja, oh, dat kunnen we hier mooi op de grond al duidelijk zien. Ik weet niet helemaal of het voorjaar er al aan zit te komen, want normaal moeten we ook al de bloempjes van de hazelaar zien. Nou ah ja, hier bloeit er al in. Dat is al vroeg, jongens. Ja, de bloeiwijze, daar komen dus de hazelnoten aan. Ja, toch kun je dit soort dingen al ontdekken in de natuur. Ik zie hier nog een blad aan de boom hangen en het vertelt mij dat het een beuk is. Beuken die houden op zich nou nog wel wat bladeren vast. En dan is er nog wat het wijst dat het een beuk is en dat zijn de spitse knoppen. Echt met de punt eraan, spits. Kan 30 meter hoog worden, 30 meter breed en dat is eigenlijk de overall winnaar. Als je niks aan het bos doet, dan is dat over 200 jaar het eindstand van een bos, de beuk. Dit is ook mooi wat we aan deze boom kunnen zien. Ik ben 1,70 meter en dit is dan een boom met takken tot onderaan de kroon. En dat heeft een reden, want zouden we deze takken opsnoeien, dan komt de zon op de bast van de beuk. En dan verbrandt hij, gaat hij dood. Dus wat doen we als bosbeheerder of beheerder van het gebied waar we beuken planten? Het liefst de takken zo laag mogelijk houden, zodat het een natuurlijke bescherming is tegen zonnebrand. Heb ik nog iets? Maar dat heb ik in mijn tas zitten, want daarom heb ik mijn rugzak bij me.
En daar heb ik iets in zitten wat dus van beukenhout gemaakt wordt. En dat haal ik er nu uit. En dan zult u allemaal denken van, oh, dat is simpel. Ja, inderdaad, als je het weet is het simpel. En dat is dus een pollepel. Al het keukengrij, pollepels waar je wat mee om kunt roeren, gooien in een koekenpan. En snijplanken wordt dus van beukenhout gemaakt. En waarom? Omdat het niet splintert. Het geeft geen geur af. Er wordt ook nog kinderspeelgoed van gemaakt, wat ik al aangaf. Het splintert niet. In het begin hebben we al aangegeven dat we hier bij het arboretum van IJsselvliet staan. En een arboretum, dat is dus een verzameling van bomen die over heel de wereld komen. En dit is dan weer zo'n typische boom. Ik weet alleen de eerste naam, en dit is een eik. We hebben tientallen, misschien wel honderden soorten eiken. En dan hebben we hier een aantal verschillende soorten eiken staan, ja, die elders niet voorkomen. En het typische van deze boom is dan ook dat de bladeren nu nog aan de boom zitten, aan de takken. Als we hier op de grond kijken, valt ons iets op. En dat zijn de grote bladeren die hier liggen. Ik denk dat deze wel een 30, 40 centimeter zijn. En dit is van de Magnolia acuminata. En daar zijn dit de vruchtdozen van. Dat is echt kenmerkend. En als we dan een meter opzij lopen, dan zien we de stam ervan. En dat is een gladde stam. En dan met witte lenticellen erop. Dus zo hebben we net al een aantal stammen voorbij zien komen. En dit is toch wel weer typerend voor deze boom. Magnolia acuminata, de komkommerboom. Wat ook wel kenmerkend is in een bosgebied en in het landschap, dat zijn dus de witte stammen. Ja, wie kent deze boom niet? De berk. Altijd een bijzondere boom in het landschap. En ja, en hij valt dus op door zijn witte stam. En die heb je ook in verschillende soorten. Want zo wit als deze is, neem ik jullie nou even mee naar de andere kant en dan zien we de zwarte berk. Dus de witte stam, kenmerkend in de bosrand. En dan gaan we dus nu een meter of wat verder en daar staat dan de zwarte berk. En die dankt zijn naam aan de donkere stam, bast. Ook wel weer gegroefd, wel kenmerkend voor de berk, ruw. Ja, en je kijkt er helemaal donker in, vandaar de naam zwarte berk. Zo kort bij huis en dan een prachtige natuurschoon. Je kunt nu met de winterdag mooi het silhouet van de beuken zien. Als dat straks weer in het blad zit, ja, dan ben je de structuur kwijt. Dan is het wat donkerder hier. Als je dan zo door zo'n bosstrook heen kijkt en dan met deze beuken op de achtergrond. Ja, zijn toch een 150 jaar oud. Hoe mooi dat je dan door het bos heen kijkt. Staan op een terp. Ja, geworteld in de aarde. Dat kunnen we hier wel mooi zien hoe de wortels zich gevestigd hebben in de bodem. En dan als we dan hiernaast kijken, klein boompje. En die kan dan de toekomst hebben. Die kan dan eigenlijk hier zo het licht opzoeken. En dan kan die de volgende generatie van het bos worden. Dan kan die weer een 100, 150 jaar mee. Wat hierachter staat, dan kan die dat overnemen. Het is toch mooi zo waar we hier kunnen staan. Wat ook altijd bij mensen tot een verbeelding roept, is ja, iets graveren in een boom. Hier zien we de naam Kai. Altijd wel een aantrekkingskracht, een jaartal, een jongens- of een meisjesnaam met een hartje erbij. Als jullie dan mij achter een boom vandaan zien komen en ik ga hier tussen deze drie beuken in staan. Ik ben maar 1,70 meter en deze bomen die kunnen dan wel enorm groot worden, 30 meter hoog, 30 meter breed. Ja, en dan voel je je als mens zijn er toch wel heel erg klein als je hier tussen staat. Onder deze beuken zien we dus een tapijt van beukennootjes liggen. Als we dan in het voorjaar hier komen, dan heb je nog wel kans dat er wat beukennootjes kiemen.
Hé, hey, wat zien we hier? Een schedel van een vogel. Het lijkt allemaal wel idyllisch. We komen van die kant af en we lopen dan om de boom in en we kijken dan hier naar boven toe. Ja, dan is er dus wel door de natuur, door de kracht van de wind, van de storm, een tak uitgewaaid. En die zit dus niet goed vergrendeld in de boom. En die klapt er dan een keer uit. En het biedt ook wel weer kansen. Want zoals we wel door de boom heen kunnen zien, een tak die afsterft, die dik genoeg is, daar gaan dan de spechten in zitten. Maar die gaan in het zachtere hout zitten. Wat we net bij de beuk gezien hebben, dat er dus een arm uitgewaaid was. Dat is het voorbeeld van iets in de natuur wat we op deze manier tegenkomen. Dit zijn een beuk opgesplitst in twee stammen en die zijn eigenlijk niet vergroeid in de hoofdstam. En dan krijgen we een plakoksel. En dat kunnen we dus zien dat hier water uitkomt. Het regenwater, dat sijpelt langs de stam heen. En dat komt hier eigenlijk in een verzamelterechter terecht. En dat komt hier dus naar buiten toe. Er komt zoveel kracht naar buiten toe, maar dat wil in de breedte groeien. En dat kan dus op zich niet, omdat je hier met twee hoofdstammen te maken hebt. Dat je aan deze kant en aan de andere kant natuurlijk oren aan de zijkant ziet. En dat groeit hem dus eigenlijk naar buiten toe. En er zit dus eigenlijk geen stevigheid in de stam. En dat hebben we dus daar net bij die boom gezien. Dat er dus door kracht met wind één kant eruit kan waaien. Hoe Hollandser kan het wezen? Echt bomen van het Hollandse bos. Met zijn gladde stam hebben we net ook al aangehaald. De beuk. En dan hierop, nou, ik kan mijn voet ertussen zetten. 30 centimeter ertussen. Het grof gegroefde, de bast en de boom van een eik. En dat zijn dus wel de twee Hollandse bomen die dus in een bostype voorkomen. Ja, dat wil met de winterdag nog wel eens voorkomen dat we takbreuk van de Douglasboom hebben. Staat dus hierachter, 1, 2, ja, er staan wel verschillende hierop. We hebben afgelopen periode wel veel wind gehad en dan is het dus een van de dingen bij bomen die dus de naalden of de bladeren houden, in dit geval de naalden, dat er takbreuk is. Dat is dus de Douglas die daarachter staat. Er zijn allerlei manieren om een boomhoogte te meten. En eigenlijk de simpelste is als je een A4'tje hebt, die vouw je tot een driehoekje. Ik heb hem hier geplastificeerd. En dan ja, kun je op deze manier de hoogte van de boom meten. Je hebt hier een schuine kant aan zitten. Die hou je langs je hoogte. Die hou je dus langs jouw gezicht heen. Die hou je voor je. En dan moet je de onderkant naar de stam, onderkant van de voet van de boom. En de bovenkant moet je dus de bovenkant van de kruin meten. En dan ga je gewoon naar voren en naar achteren lopen. Totdat je de twee lijnen onder en boven hebt. En dan is dit het punt waar je dus de lijnen bij elkaar hebt. Bovenkant, onderkant. En dan loop je naar de boom toe. En de stappen die je zet, zo hoog is die. En dat is vrij betrouwbaar. Dus ik zal even stappen. Nou kom ik aan 26 meter. Dus zou je hem neerleggen en hij valt zo, dan kun je eigenlijk met deze manier de hoogte van de boom meten, 26 meter. En dat doe je dus allemaal met een simpel driehoekje. Dat is altijd leuk als je met kinderen op pad gaat. En je hebt al een papiertje, kun je thuis wel vouwen. En dan kun je toch op een simpele manier de hoogte van de boom meten. Dat is altijd het mooie van dit jagertijd. Nu met de zon erbij. Altijd mooi om een wandeling te maken. En dan kunnen we genieten van de weerspiegeling. Op deze mooie midwintermiddag hebben we toch wel weer mooi kunnen genieten van ja, de diverse dingen die voorbij zijn gekomen.
de bomen die we behandeld hebben, de bloeiwijze van een hazelaar, lopen we eigenlijk altijd aan voorbij. Ja, en toch wel dit gebied met zijn sfeerplaatjes nu, met deze prachtige zon erbij. En als ik dan zo zit hier en dan kijk ik over de waterspiegel, dan zie ik daar de beuken weer spiegelen in het water. Ja, dat geeft wel weer een goed gevoel. We zien u graag terug bij een volgende uitzending van ons programma. En dan gaan we op zoek naar wintergasten langs de randmeren. En dan blijf ik nog even genieten van de weerspiegeling van de beuk in het water.